Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe unboxing video. Het is een unboxing video van Laura Lisa Planner Stickers. En alle materialen die je terug gaat zien, vind je met een linkje onderin de beschrijving. Ik wil er wel even bij zeggen, dit is geen samenwerking. Lieselot weet ook niet dat ik dit doe. Maar ik vind het gewoon leuk om te delen en te laten zien wat ik heb gekocht. Allereerst zit er altijd een kaartje bij en daar staat op: tover maar een lach op je gezicht, want je bestelling is binnen. Ik wil je graag bedanken voor je bestelling. Het pakketje is met veel liefde ingepakt en ik hoop dat jij daardoor extra kan genieten. Veel plezier met het maken van mooie planningen. Liefs, Lieselotte. Nou heb ik, nou zit er altijd tegenwoordig een kartonnetje onder, zodat het wat steviger verstuurd wordt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb al een beetje gereorganiseerd. Ja, en omdat de factuur erbij zat en daar staat mijn adres op. En, nou ja, en ook omdat ik dat een stuk prettiger vind. Ik ga beginnen met de collecties die ik gekocht heb. Lieselot heeft tegenwoordig kleine collecties. Dus dan heb je maar een paar velletjes van een collectie. En heb je dus niet de volledige collectie. Je kan een keuze maken. Dit is twee keer de kleine collectie van een kerstcollectie. Maar je hebt dus ook de grote collectie hiervan. In de collectie zelf zitten een aantal stickervellen. Die ga ik je nu laten zien. En dit zijn allemaal, allemaal dingen die ik eigenlijk elke week wel gebruik. Dus ik vind het zelf heel fijn om deze dan in één setje te hebben. En wat ik echt super leuk vind, is dit mooie overloopje van donkerblauw naar lichtblauw. En ook de, hoe zeg je dat, de tekststickers. Daar heb je er dus ook minder van. Ik heb even geen algemene collectie bij de hand. Maar goed. Ik kan het dus even niet vergelijken. Maar wat ik je wel wil laten zien, ik wil deze kleine collectie combineren met deze kleine collectie. En daarom heb ik nog een extra weekstickers stickervelletje gekocht. En nog een extra velletje met banner stickers. Dat is dus de 2067 collectie. De kleine variant. Dan heb ik ook nog de kleine variant van 2074, zeg ik dat goed? Ja, 2074. En in het setje zitten weer dezelfde soorten stickers, maar dan dus andere varianten. Dus andere plaatjes. En nogmaals, dit is dus weer de kleine collectie met minder stickers. Maar ik denk dus dat ik dit meer ga gebruiken. En daar heb ik ook weer een extra setje dagenstickers bij gekocht. En een extra setje bannerstickers. Dat is collectie 2074. En dan heeft ze ook nog een hele lading keuze aan losse stickers. Dus ik heb ook weer losse stickers gekocht. De dagen in verschillende kleurtjes. Ik gebruik namelijk een grote collectie. Ik moet het wel in het midden houden. Een grote collectie. Daar doe ik een maand mee. Maar dat betekent wel dat ik dus dagensticks bijvoorbeeld extra moet bestellen. En het water drinken vind ik ook heel fijn om bij te houden. Dus daar heb ik er een aantal van besteld. Oh, dat zijn de rest van de stickers hier. Dus dagenstickers en waterdrinkstickers. Nou, zoals je kan zien heb ik er daar genoeg van besteld. Dan moet ik even nadenken. Want volgens mij bij de kleine collectie, ja, dat wilde ik dus nog zeggen. Bij de kleine collectie zitten vier stickervellen. En bij die tweede kleine collectie zag je
5 stickervellen. En deze 2 stickervellen, daarvan is deze dus extra. En dat was toen een actie. En ja, ik ben er heel blij mee, want ik vind het echt heel leuk. En ik gebruik die to-do-balkjes echt heel veel. Dus ja, dat is de bestelling van deze keer. Nogmaals, alles staat dus onderin de omschrijving met een linkje. Het is geen samenwerking, maar ik wil je gewoon laten weten dat ik deze stickers voor in mijn Masha Planner gebruik. En ik ben er super blij mee. Ja, nou, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet even een like achter te laten. Onderin die kant geloof ik, of aan die kant, nou, onderin kan je je abonneren als je geen video's meer wilt missen. En ik hoop binnenkort ook een plan video online te zetten. Nogmaals, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!